Vakken als geschiedenis en biologie worden niet meer meegenomen in de eindtoets van de basisschool. Dit leidt tot veel onbegrip bij vakspecialisten. Docent wereldoriëntatie Henk Averesh maakt zich niet direct zorgen. En christenen in Iran zijn nog altijd hun bestaansveiligheid niet zeker. Matthijs Hoogenboom ziet ook veel Iraniërs klaar zijn met de islam. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Vakken als geschiedenis, biologie en topografie verdwijnen uit de eindtoets. Dat blijkt uit een rondvraag van onderzoeksprogramma Pointer van de KRO-NCRV. Deze ontwikkeling leidt tot onvrede en frustratie bij vakspecialisten. Aan tafel docent wereldoriëntatie Henk Averesh. Goedenavond, meneer Averesh. Goedenavond. Wat is er nou precies aan de hand? Wat er gebeurt is dat in de doorstroomtoets, zoals de eindtoets tegenwoordig heet, de componenten aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs uit zijn gehaald. Dus die worden eigenlijk niet meer afgetoetst op kennisniveau bij de leerlingen in groep 8. En wat is daar de reden van? De reden daarvan is dat een deel van deze toetsing overgelaten is aan de externe bureaus. En Pointer heeft inderdaad dat uitgezocht en geconstateerd dat ook externe bureaus daar wat minder aandacht aan geven. Maar CITO heeft aangegeven dat als wij als externe bureaus dat gaan doen, dan hoeven wij dat ook niet meer te doen, want dan ligt dat daar. Het gevolg is dat nu eigenlijk de hele toetsing eruit verdwijnt. Maar daar wil ik wel een kanttekening bij plaatsen als dat niet erg is. Want het is een facultatief deel van de eindtoets. De scholen, konden ervoor kiezen om dat wel of niet te laten aftoetsen. Dat kon zelfs op leerlingniveau specifiek. En de scores die behaald werden op dat onderdeel wereldoriëntatie telden ook niet mee in het vaststellen van de normering of de plaatsing voor het voortgezet onderwijs. Dus het is eigenlijk geen ramp dat er nou niet meer op getoetst wordt, zegt u? Persoonlijk vind ik dat niet zo'n hele grote ramp, nee. Want de vraag is ook of dat een goede toetsing is of je dat ook wil weten. Ja. Nou, is sowieso het geval dat het historisch besef onder jongeren flink aan het afnemen is. Is dan niet het risico dat als er helemaal niet meer op getoetst wordt, dat die trend verder doorzet? Ja, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen twee dingen. Want wat er nu niet gebeurt, is die toetsing. Die toetsing. En dan heb ik het over de eindtoetsing aan het eind van groep 8. Dat wil dus niet zeggen dat de reguliere toetsing in het basisonderwijs zelf verdwijnt. En het is ook niet zo dat daarmee het onderwijs in geschiedenis verdwijnt. Scholen dienen gewoon hun kerndoelen te behalen. Een inspectiekader gaat er ook over. Dus als ze daarop bevraagd worden, zullen ze moeten aantonen hoe zij hun kerndoelen behalen. En dat er dan geen eindtoets meer op is. Ik zie niet in hoe dat per definitie het onderwijs dan zou moeten veranderen. Waardoor leerlingen bijvoorbeeld een slechter historisch besef zouden krijgen. Okay, er zijn wel dingen waar ik eventueel bang voor ben. Maar het onderwijs in en de toetsing zelf zijn in mijn idee wel twee andere dingen. Okay, en wat zijn de dingen waar u dan wel bang voor bent? Nou, ik snap dat beroepsorganisaties en vakorganisaties een beetje op hun tenen getrapt zijn. Want daarmee wordt de impact van hun vak minder. In de beeldvorming is het al snel, als er niet meer getoetst wordt, dan is het dus niet belangrijk. En zo voel ik dat zelf ook als docent natuuronderwijs wel een beetje. Van ja, als natuuronderwijs niet meer getoetst wordt, hoe belangrijk is mijn vak dan? En dan loop je het risico dat scholen die zich sterk focussen op wat dan wel belangrijk wordt gevonden in die eindtoets, als taal en rekenen, meer aandacht gaan geven aan taal en rekenen en daarmee dus wereldoriëntatievakken minder worden gegeven. En dat daarmee inderdaad een beperking optreedt. Ja, en dus ook dat historisch besef en het besef voor natuuronderwijs en topografie. Dat is een risico, ja. Dat denk ik wel. Oké. Als er dan niet meer getoetst wordt op deze vakken, hoe kun je de ontwikkelingen dan toch in de gaten houden? Dat leerlingen er voldoende vanaf weten? Dat is lastig, want de CITO-toets is juist in het leven geroepen, of de eindtoets, in het leven geroepen om op landelijk niveau vergelijkingen te kunnen maken. Dan zullen er afspraken kunnen worden gemaakt met bijvoorbeeld methodemakers, waarin toetsen worden gemaakt die dan gegeneraliseerd worden opgeslagen, zodat iemand die een methode gebruikt kan vergelijken met hoe doet een andere school het met dezelfde methode. Dus een landelijke vergelijking is dan heel ingewikkeld op dat niveau. En het is ook heel lastig voor bijvoorbeeld middelbare scholen om dan aan te sluiten op het niveau wat leerlingen van verschillende basisscholen dan hebben. Ja, dat weet ik niet zeker, want de kerndoelen die blijven nog steeds staan.
Dus als een voortgezet onderwijs die kerndoelen in het achterhoofd houdt en zegt, ja, dit, hier moet een basisschool aan voldoen, dan denk ik dat er nog steeds een mogelijkheid bestaat om een verwachting uit te spreken naar het basisonderwijs van, ja, wij verwachten wel dat jullie dat aanleveren. En waarom is wereldoriëntatie zo ontzettend belangrijk voor kinderen? Ja, het is volgens mij voor ons allemaal belangrijk, want dat is de wereld waarin wij zijn. Waarin kinderen spelen, waarin ze hun vriendjes hebben, waarin ze de wereld ontmoeten. Waarin ze hun ervaringen hebben. En ik bedoel dat dan niet zo gechargeerd als het mis wel overkomt, maar taal en rekenen, hoe belangrijk dat ook is als basisvaardigheid. Het zijn hulpmiddelen om de wereld te ontdekken. Een kind staat in de wereld, is daar en ontmoet die wereld ook. Dus ja, het is waar het kind leeft. Ja. En zou het vak wereldoriëntatie dan moeten geïmplementeerd worden in taal en rekenen? Ja, misschien ook andersom. Dat is een andere discussie, denk ik, maar dat kan zeker. Kijk, als we het hebben over teksten voor begrijpend lezen, die worden nu vaak gehaald uit de actualiteit. En dan wordt er van leerlingen gevraagd, wat betekent deze tekst, valt er mee samen, of wat is de kerngedachte en dat soort dingen. Maar het is heel goed mogelijk om daar een inhoud aan te geven die gerelateerd is aan wereldoriëntatie. En kinderen leren op die moment, op dat moment en op die manier ook vakinhouden die gerelateerd zijn aan een ander domein dan taal. Ja. Dus als we zo'n soort tekst in een eindtoets zouden stoppen, dan zou het wat u betreft akkoord zijn? De vraag is wat je daarmee wil meten, dus ik weet niet of ik zomaar akkoord ben. Goed. Heeft het idee dat het vak wereldoriëntatie nog terugkomt in een eindtoets? Ik denk het niet. Ik zie sowieso het fenomeen eindtoets behoorlijk onder druk staan. Er wordt van alles gezegd over welke manier er getoetst moet worden. Er is pas een best kritisch rapport verschenen over deze eindtoetsen, de voortgangstoetsen. En waaruit blijkt wel, je meet maar een klein deel van wat de kinderen moeten weten. Wat ze moeten laten zien, hoe ze als kind ontwikkelen. En wat mij betreft mag er ook veel meer nadruk komen op kindontwikkeling. Of die klaar is voor het onderwijs, gewoon ook als persoon. Is hij in staat om de goede vragen te stellen? Dus wat u betreft gaat de eindtoets, zoals we dat nou kennen, helemaal verdwijnen? Zoals we hem nu kennen, ben ik geen voorstander van de eindtoets. En hoe kun je dan toch nog dat niveau meten van kinderen aan het eind van de basisschool? Ja, zolang je doelen hebt, zul je op enige manier toch een vorm van beoordeling, beslissing, waardering, misschien wel het goede woord, waardering, hebben in hoeverre kinderen beantwoorden aan die doelen. De vraag is wie dat moet doen. Ik denk dat wij prachtige specialisten in het onderwijs hebben. Dat heet de leerkrachten, die zijn heel goed. En zij zijn de experts, ze kennen de kinderen en zij kunnen, naar mijn idee, heel goed inschatten, kan het kind dit niveau aan, ja of nee. Dus misschien moeten we het advies voor het voortgezet onderwijs en het beantwoorden, de vraag beantwoorden of ze voldoen aan de doelen, wel overlaten aan deze experts. Gewoon aan de eigen leerkrachten die het kind het best kennen. Ik ben daar wel een groot voorstander van, ja. Dank voor uw toelichting, Henk Avresh. Een jaar na het overlijden van Mahsa Amini is het nog altijd onrustig in Iran. Amini werd vorig jaar opgepakt door de zogeheten moraalpolitie omdat ze islamitische kledingvoorschriften had overtreden. Kort na haar arrestatie overleed zij. En haar dood leidde tot veel protesten in Iran en uiteindelijk ook in de rest van de wereld. Aan tafel Mathéa Hogenboom-Vrij van Transworld Radio. Deze organisatie werkt veel onder bekeerde Iraniërs. Goedenavond, mevrouw Hogenboom-Vrij. Goedenavond. Ja, die protesten van een jaar geleden, hoe kijkt u daarop terug? Ja, eigenlijk zijn er al veel langer natuurlijk protesten in golven in de recente geschiedenis van Iran. Er is een flink deel van de Iraanse bevolking dat echt niet tevreden is, in opstand wil komen. Niet iedereen. Het is natuurlijk tragisch dat het regime daar gewoon echt niet naar wil luisteren. Heel tragisch dat er mensen sterven, terwijl ze geen geweld gebruiken zelf tegen het regime. Wel heel hoopvol dat zoveel mensen bereid zijn om zulke risico's te nemen, om uiting te geven aan hun wensen en hun dromen voor hun eigen toekomst. Ja, want deze protesten die zorgden eigenlijk voor een golf van protesten en solidariteit over de hele wereld. Dat was best uniek afgelopen jaar. Ja.
Ja, het is wel eerder gebeurd dat er in Iran veel gebeurde. En ook wel dat dat in de wereld een beetje werd opgepikt. Maar niet zoals nu. Nee, het lijkt ook niet terug te draaien. Tenminste, dat is wat ik hoor van mensen die Iran nog beter volgen. Er nog dichterop zitten. Dat het wel zo massaal is en zo diep. Dat het op de een of andere manier moet dit gevolgen gaan hebben. Maar we weten nog steeds niet op de lange termijn welke gevolgen. We praten zo meteen even verder. We gaan eerst even naar de regio zelf, want daar zit Jacob Hoekman. Goedenavond, meneer Hoekman. Goedenavond. Ja, want hoe is de situatie op dit moment in Iran? Onrustig. Niet de hele tijd, maar wel met vlagen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er heel veel tegelijk gebeurt. Je ziet protesten tegen de overheid, die soms ook echt heel groot zijn. Maar tegelijkertijd zie je dat de haviken, zeg maar de rechtervleugel, ook meer van zich laat horen. Dus de aanhangers van het regime. En dat moet ook zeker vermeld worden. Het grote nieuws van vandaag is natuurlijk de gevangenruil tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat zijn aartsvijanden. Ze hebben ook geen onderlinge diplomatieke banden. Maar ze hebben vandaag allebei 5 gevangenen uitgeruild. En die zijn op dit moment in het vliegtuig of komen net aan in hun land. Ja. En heeft dat dan ook te maken met met protesten van na aanleiding van de dood van Mahsa Amini? Nee, dat heeft vooral te maken met geld. Want Amerika had 6 miljard dollar bevroren, Iraans geld. En dat wilden ze, de Iraniërs wilden dat begrijpelijkerwijs natuurlijk terug hebben. Dus ze kunnen dat nu weer gebruiken. Maar alleen voor humanitaire hulp. Dus dat staat in die zin los van deze protesten. Oké. Nou, afgelopen zaterdag waren er ook protesten in Iran. Zijn toen volgens het regime 260 mensen gearresteerd. En deze vrouwen worden nu nog harder gestraft dan eerder. Dan vragen we ons af, hebben die protesten dan eigenlijk wel zin? Ja, nou dat vragen de vrouwen zichzelf natuurlijk ook af. En de mannen, want er zijn ook heel veel mannen die hen steunen. Want de repressie die neemt alleen maar toe. Je kan hardhandig van de straat gemet worden. De moraalpolitie die was een poosje weg, is nu gewoon weer volop terug. En die controleert of vrouwen hun hoofddoek goed hebben zitten en ook de rest van hun kleren. Dat doen ze zelfs nu ook met camera's die precies kunnen detecteren of je als vrouwen goed genoeg gesluit bent. En desondanks is het geloof er nog steeds onder de demonstranten dat dit op de lange termijn gewoon niet vol te houden is voor de overheid. Er zijn zoveel mensen tegen het beleid van de overheid dat op een gegeven moment consequenties zou moeten hebben. Ja. Wat de verwachting was dat er een vonk zou overslaan, maar uiteindelijk is het toch uitgedoofd, hè? Ja, en iedereen zei van deze demonstratie die is echt anders. Mm-hmm. En dat leek er ook echt op. Maar dat is aan de andere kant al zo vaak gezegd. Dit regime is nu sinds 1979 aan de macht, dus dat is 44 jaar. En er zijn al heel veel grootschalige demonstraties tegen het regime geweest. En die zijn steeds uiterst gewelddadig neergeslagen. En daar is deze helaas geen uitzondering op. Mensen hoopten wel dat deze anders zou zijn, maar het regime zit er nog steeds. Tegelijkertijd, ook regimes hebben niet het eeuwige leven. Dus mensen hopen toch dat dit weer een druppel is in die emmer. En dat die op een gegeven moment, en wie weet hoe snel, toch gaat overlopen. En dat dat dan gaat leiden tot het einde van het regime. Ja, nou, u zit daar in de regio. Zijn de protesten, de gevolgen daarvan in Iran ook merkbaar in de rest van de landen in het Midden-Oosten? Nee, heel weinig. Omdat Iran een Shiïtisch land is en heel veel andere landen in de regio zijn Soenitisch. Dus alleen daarom al merk je er weinig van. En ook het soort regime wat Iran heeft, zie je eigenlijk niet in andere landen in de regio. Alleen in Afghanistan. Je ziet ook wel dat er dus in Afghanistan kijkt het regime van de Taliban ook wel met argusogen van, hey, hoe loopt zoiets in Iran? Maar in de Arabische landen die heel ander soort regimes hebben, kijken ze daar niet met angst naar. Okay. Dank voor de toelichting, Jacob Hoekman vanuit het Midden-Oosten. Ja, terug naar Matteo Hoogenboom-Vrij hier aan tafel. Wat voor invloed hadden die protesten ook op de christenen in Iran? Ja, dat is een hele ingewikkelde, want
Een deel van de demonstranten was ook christen. Christenen voelen zich in het algemeen wel aangesproken door die demonstraties. Heel veel christelijke vrouwen vinden ook bijvoorbeeld dat ze geen hoofddoek meer hoeven te dragen. Tegelijkertijd, als ik kijk naar onszelf, naar TWR en wat wij doen, wij zijn geen politieke organisatie. In het algemeen proberen kerken ook wel weg te blijven van politiek. Dus ik denk ook dat er onder de demonstranten en onder de mensen die zelfs gearresteerd zijn, christenen zitten die nu in de gevangenis zitten, maar dan weer niet omdat ze christen zijn, maar omdat ze gedemonstreerd hebben. Er zijn ook christenen die juist extra voorzichtig zijn nu, omdat ze denken van het is nu zo spannend, ik hou me koest. Ja. Dus het is heel, heel complex. Ja. Kunnen ze schetsen hoe het leven van een christen in Iran eruit ziet? Ja, dan is maar net om welke christen het gaat. Je hebt het regime dat altijd streng toekijkt. Je hebt families die er heel streng bovenop kunnen zitten. Dus er zijn christenen die, en heb ik het over mensen met een moslimachtergrond, hè? Moslims die christen zijn geworden, die het binnen hun familie hebben verteld en dan een liberale familie hebben en dat gaat. En op hun werk misschien aan 1 of 2 mensen hebben kunnen vertellen. En dan verder voorzichtig. Er zijn ook mensen die het aan niemand vertellen. Dus als het niet wordt opgemerkt, ze worden bijvoorbeeld niet betrapt doordat ze in een huiskerkje samen zijn gekomen, dan kan het best een poos goed gaan. Maar er zitten ook mensen echt in de gevangenis, omdat ze deelnamen aan een huiskerkje. Dus er zitten op dit moment ongeveer kleine 20 mensen structureel voor langere tijd in de gevangenis. En daarnaast worden heel wat christenen opgepakt voor een poosje. Soms voor 1 of 2 nachten, soms krijgen ze een hoge boete. Het bijzondere is trouwens, was toch wel mooi om te vermelden denk ik. Ik had het net over mensen die moslimachtergrond hebben. Je hebt ook in Iran Armeense en Assyrische christenen. Die zijn al generaties lang christen en die mogen een kerk hebben en mogen naar de kerk gaan. Maar die hebben hun diensten in hun eigen talen, dus niet in het Perzisch. En het idee is, nou ja goed, dat is niet gevaarlijk, want Iraniërs die zijn Persisch-talig, dus die snappen er toch niks van als ze er naartoe gaan. Wat heel bijzonder is, is dat de Armeniërs nogal eens toch zeggen, jawel, ja, wij hebben zelf die vrijheid. We zouden ons kunnen terugtrekken en lekker veilig ons weggetje kunnen gaan. Maar wij hebben ook de opdracht vanuit de Bijbel om het geloof te delen. Dus dat willen we ook echt doen. En dan komen ze alsnog in de problemen. En zo is er, heeft een jaar lang iemand vastgezeten, een Armeense Iraniër, een voorganger, die het evangelie gedeeld had met moslims. Was veroordeeld vorig jaar voor 10 jaar. Heeft ook in een beruchte gevangenis vastgezeten en is net vorige week vrijgekomen. Boven verwachting, want men had gedacht 10 jaar lang. Waarom die vrij is, weet je dan ook weer niet. Nee. Maar wat is dan gevaarlijker voor christenen? Dit verhaal dan evangeliseren of demonstreren met die protesten? Ja, dat kan ik niet zeggen. Het is het een of het ander. En als je het allebei doet, is het meest gevaarlijk, laat ik zo zeggen. Ja. Okay. Op wat voor manier komen Iraniërs in aanraking met het christelijk geloof? Allerlei manieren. Je hoort natuurlijk van de dromen. Dat is echt prachtig. Wij zien ook wel heel veel mensen die heel geleidelijk aan, bijvoorbeeld door naar een conferentie te gaan. Wij organiseren conferenties in een buurland van Iran, om daar naartoe te komen. Die conferenties zijn op zich bedoeld voor christenen, mensen die al christen zijn. Maar altijd nodigt de organisatie die dat doet, dat is TWR Canada, dat zijn onze collega's uit Canada, nodigen ook wel mensen uit die nog geen moslim zijn, maar waar ze al wel mee in contact staan. Om verder en meer kennis te maken. En dan kan het gebeuren, ik ben zelf ook op zo'n conferentie geweest, dat de ene deelnemer zijn hele leven, of eigenlijk zijn hele bewuste leven al gelovig is. En zelfs, ik heb een man gesproken wiens vader vermoord is omdat hij christen was en evangeliseerde in Iran. Die heeft meegemaakt, hè, die man die ik sprak, dat hij bijvoorbeeld een hele poos lang bijbels verstuurde naar mensen in het land in Iran. Toen bij de politie werd geroepen en toen lagen al die bijbels op tafel, want het bleek dat het allemaal doorgestoken kaart was en hij had het allemaal naar geheime dienstachtige adressen gestuurd. Hij was er ingeluisterd. En is toen gelukkig, heeft niet heel lang vast hoeven zitten, maar zo iemand komt naar zo'n conferentie en wordt er bemoedigd. Maar net zo goed, een vrouw die nog moslim is. Als ik een anekdote nog mag vertellen, ja, zeker. Ook een bijzonder verhaal. Zij wilde gesmokkeld worden naar Europa.
Maar in plaats van dat ze naar ons toe gesmokkeld werd, werd ze door haar smokkelaar ernstig mishandeld en misbruikt. En bleef berooid achter in Iran. Had toen helemaal 2 jaar lang de buik vol van wat voor een religie dan ook. Was er helemaal klaar mee met alles eigenlijk. En werd toen meegenomen door een vriendin van haar naar een van deze conferenties. Die we dus in een buurland houden. Daar kunnen ze op zich vrij naartoe reizen naar een aantal buurlanden. En maakte toen mee hoe christenen met elkaar omgaan. Echt als broers en zussen. Echt oprecht, belangstellend. En ze zei op een gegeven moment, hier krijg ik weer vertrouwen terug. En hier zie ik dat mensen niet, jullie gaan niet zo om met anderen om er profijt van te hebben, om zelf in het leven vooruit te komen. Maar jullie zijn oprecht geïnteresseerd. Dit is echt de onderlinge liefde. En ze zijn toen meegenomen, of tenminste wie wilde mocht mee naar een kerkdienst in de buurt. En aan het eind van de dienst was een uitnodiging om naar voren te komen als je je leven aan Jezus wilt geven. En zij is ook naar voren gegaan. Maar hoe veilig is zo'n conferentie dan voor de Iraniërs om daar naartoe te gaan? Nou, het grappige is, Iraniërs kunnen op vakantie naar een aantal buurlanden. Ik zeg ook niet, je merkt het welk land. Ja. Maar ze kunnen vrijelijk op vakantie naar een aantal buurlanden. En dat doen ze ook. En dat is niet verdacht. En als er dan in zo'n buurland een conferentie wordt gehouden, dan wordt dat niet per se opgemerkt. En iedereen die wordt uitgenodigd is al bekend bij ons als organisatie. Daar is al contact mee geweest. Ik kan misschien later nog vertellen op wat voor manier we dan contact hebben zonder dat we zelf naar Iran toe gaan. Maar dat is mogelijk. Maar u schetste net het verhaal van de man die Bijbel stuurde naar adressen van de Iraanse Veiligheidsdienst. Ja. Is er niet ook het risico dat iemand van de Iraanse Veiligheidsdienst dan naar die conferentie komt? Ja, dat zijn natuurlijk risico's. Trouwens, die Bijbels, dat was niet via onze organisatie. Had het wel gedaan. Wij werken zelf tegenwoordig vooral met hele kleine SD-kaartjes. Met SD-kaartjes, die zijn natuurlijk heel erg klein. En die kunnen heel goed het land ingesmokkeld worden en ook verdeeld worden, verspreid worden zonder dat iemand het doorheeft. Wat we doen is, Tony, degene die leiding heeft, en zijn team, die hebben contact elke dag online met mensen in Iran, met gelovigen in Iran. Dat zijn mensen die vaker dingen hebben gedeeld. Ze bidden samen, ze hebben bijbelstudies samen. En op grond van vertrouwen worden ze uitgenodigd. En het kan zijn dat iemand zegt, ja, bij mij in de huisgemeente komt nu een jongen. Ik ken hem goed genoeg om te weten dat hij te vertrouwen is. Mag hij ook meekomen? Op die manier worden steeds mensen uitgenodigd. En die conferenties zijn heel kleinschalig. Hè? Meestal 25, 30, max 40 mensen. Dus iedereen kent elkaar helemaal. En ik heb ook gemerkt dat er ook echt vriendschappen ontstaan. Niemand kan daar anoniem even bij zitten. Nee. Er wordt wel eens gezegd dat het christendom nergens ter wereld sneller groeit dan in Iran. Herkent u die stelling? Ja, ik heb wel heel sterk de indruk dat er heel veel openheid is. Ik ben er ooit jaren geleden zelf geweest en toen vertrouwde iemand mij toe zomaar een kennis van een kennis van degene met wie ik samenwerkte. Van ja, ik heb vanavond een afspraak met een Armeense voorganger, want ik wil weer meer weten over het christelijk geloof. Er is heel veel openheid, ook omdat mensen de islam zat zijn. Vanwege dat regime? Vanwege het regime. Ze zijn er steeds meer zat. En het mooie daarvan is dat mensen steeds meer gaan zoeken, wat is dan wel de waarheid? En als je dan bedenkt dat de Bijbel belooft, wie echt oprecht op zoek is, zal ook vinden, zal mij vinden. Dan ben ik wel heel erg hoopvol voor Iran. Ja, en dat zien we ook gebeuren. Als we dan kijken naar de nabije toekomst van dit land. Wat zijn uw hoop en verwachtingen en gebeden voor dit land? De verwachtingen zijn eigenlijk best wel hoog. Als je kijkt naar bijvoorbeeld 50 jaar geleden, dan was er denk ik in Iran veel minder honger naar de waarheid en naar wie is dan wel onze schepper. Als dit van de islam het niet is, wie dan wel? Dus dat hele brede zoeken in de bevolking, met name onder jonge mensen in steden, maar best heel breed. Ik denk dat dat echt heel bijzonder is. En dat heb je eigenlijk in de geschiedenis van Iran heel lang niet gezien. Heel lang geleden waren er ook veel christenen in Iran, in die eerste eeuwen. Maar dat is natuurlijk onder de voet gelopen door de islam. Dus, en de moderne middelen, dat geeft enorm veel hoop. Je zou misschien denken, er zijn internetblokkades en mensen worden geblokt. Maar Iraniërs zijn erg slim om dat te omzeilen. En dat geeft dus ook veel kansen voor het evangelie. Heel veel kansen, nooit zoveel kansen gehad. Dank voor uw toelichting, Mathea Hogeboom-Vrij van Transworld Radio. Dit was alweer uitgelicht voor vandaag.
Bedankt voor het kijken. Morgen kunt u kijken naar uitgerichte analyse over Europa. En woensdag zijn we er weer met de reguliere uitgericht. Een hele fijne avond en graag tot dan. Dag.